Het is nog de vraag of Casper Dolberg de wedstrijd tegen NEC haalt, maar het is hoe dan ook een mooie week voor de spits geweest. Tegen Kazachstan maakte hij zijn debuut in de Deense nationale ploeg. Het is de kroon op een razendsnelle ontwikkeling in een half jaar van kampioen met de A1 tot international voor Denemarken. Geweldig, het is natuurlijk een enorme ontwikkeling die hij doormaakt. Daar hoort dit ook bij, debuut maken in het nationale team. Ik denk dat weinig mensen dat voorzien hadden. Dus wat dat betreft zelf ook niet. Ja, dus super. Heel trots op hem. Ja, niet verwacht dat het zo snel ging. Ja, je weet hoe snel het kan gaan in de voetballerij. Maar nou, zo snel had ik inderdaad niet verwacht. Ja, bij ons doet hij natuurlijk hartstikke goed. Dus het is een logische stap dat hij daar wordt voor uitgenodigd. En nu ook zijn debuut heeft gemaakt. Want de ster van Dolberg reist snel. In de voorbereiding greep hij zijn kans toen hij zich kon bewijzen. En met zijn uitstekende spel van de afgelopen weken is hij inmiddels niet meer weg te denken. En dat terwijl hij pas anderhalf jaar geleden in de jeugdopleiding kwam. Wat eigenlijk belangrijk voor hem was, dat is ook denk ik een reden waarom veel clubs hem niet op het netvlies hadden staan 2 jaar geleden. Hij heeft destijds een enorme groeispurt gehad met 15. En als je dan in die fase zit, wel, dan kan het voetbal nog wel eens achterblijven. Toen het een beetje uitgegroeid was, ja, dan komt het voetbal, de techniek en de motoriek weer samen. En daar waren wij eigenlijk snel bij. Hij heeft zoveel kwaliteit. Snel, technisch goed, goede schot, goed in de lucht. En goede techniek, veel goede dingen. Dat is ook de reden die we hebben hem gehaald. Hè. Maar daaraan vooraf ging nog wel een stageperiode waarin hij al indruk maakte. Dan zie je zo'n speler en denk van, hé, wauw, die heeft iets extra's, die heeft iets speciaals. En dat voel je. Dat kun je soms niet eens uitleggen, maar dat voel je. Je ziet aan een speler van, hé, dit ziet er heel goed uit. En hij speelde vanaf links en ja, liet hij dingen zien van man passeren. Zo natuurlijk, zo snel, zo sterk. En toen had ik al gedacht van, nou, dat kan wel eens een spits worden ook. In zijn eerste seizoen laat Dolberg zijn klasse regelmatig zien in de A1 en maakt iedereen voor het eerst kennis met de doeltreffende Koele Deen. En natuurlijk schrijft de pers heel veel dat hij heel stil is, heel rustig. En dat is hij ook, maar hij moet ook eerst mensen leren kennen en als hij dat heeft gedaan, dan open je wel veel op. Ik hou er wel van. Ik zie ook helemaal geen reden om zoiets te veranderen. Dat is puur zoals die is. En dat is misschien wel zijn kracht. Hij is wel heel stil, heel rustig. En het maakt niet uit hoeveel de pers schrijven over hem. Of hij net een doelpunt heeft gemaakt in de Kuip of zo. Hij is wel heel rustig. Maar met mij is hij wel... kunnen makkelijk grapjes maken. Makkelijk alle dingen doen. En ja, hij opent wel meer op als wij 1-op-1 zijn. Heel rustig. Zo, dat vind ik zo fijn. Maar ik ben van overtuigd dat hij wordt goed van hij. En dat laat hij momenteel ook zien. Want bovenal is hij een geweldige spits die dit seizoen inmiddels al 8 keer met scherp schoot. We hebben wel spitsen gehad die enorm goed rond de 16 zijn, maar wat minder als aanspeelpunt. We hebben spitsen gehad die goed in de combinatie zijn, maar weinig voor de goal zijn. We hebben spitsen gehad die wel eens kunnen scoren, maar niet zo snel zijn. Nou ja, hij is heel compleet. Hij is dus... en technisch, hij is goed aanspeelbaar, heeft ook de snelheid, instinct om te scoren. Ja, voor hem wordt het interessant van hoe vaak kan hij dit laten zien. Want dat zal bepalen hoe groot hij wordt. In ieder geval wordt hij met grote interesse gevolgd door de grote clubs in Europa. Ja, die volgen hem wel, maar dat is ook weer tegenwoordig. Als er goede spelers doorbreken, dan zit de hele wereld erachteraan. En al die grote clubs hebben heel veel geld en het wordt alleen maar meer. Als daar een topspits opduikt, dan zitten daar gewoon 10, 12 clubs elke week. Maar gelukkig heeft hij een maandje of 8 geleden net een nieuw contract getekend. Dus dat is gelukkig voor ons. Tot en met de zomer van 2021 ligt Dolberg vast in Amsterdam. En een snel vertrek wordt niet gevreesd. Nee, daar ben ik niet bang voor. Hij is veel te jong om naar het buitenland te gaan. Hij moet eerst een paar jaar hier voetballen. Ik denk dat die jongen zo rustig in zijn hoofd is dat hij zich niet gek laat maken. Dat hij precies weet wat voor pad hij wil bewandelen. En in mijn ogen, en ik hoop dat hij ook zo denkt, is de juiste stap om nog een aantal jaren hier te blijven. Verder ontwikkelen
En dan bij een topclub binnenlopen, dat is het ideale plaatje. Laat het voor een langere periode zien. Hè. Het gaat niet om 4, 5, 6 goals in de Eredivisie. Nee, maak er elk jaar maar 20, 25. En, hij is goed begonnen. De aftrap die is geweest, maar hij moet nog even een tijdje door. Vlieguren maken, ja. Die vlieguren blijft hij de komende tijd ongetwijfeld maken. En dan rest de vraag waar zijn top ligt. Ja, als je kijkt naar zijn kwaliteit, is dat de Europese top. Dan moet hij natuurlijk geen grote blessures, net als ik, hebben. Dan denk ik gewoon, kan hij overal dingen. Kan hij een van de beste spitsen in de wereld zijn. Ja, zoals wij zeggen, er zit nog heel veel rek in. Hij kan nog beter en nog groter worden, dat denk ik ook. Dat reëel is, hè, met het talent dat hij heeft. Maar dat hij nog veel kan leren, dat is ook nog wel duidelijk.